Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag 1 maart en dat betekent dat ik jou de favorieten van februari ga laten zien. Niet de favorieten, mijn favorieten. En om te beginnen met mijn allergrootste favoriet. Het is op dit moment 4:50 middags en het is gewoon nog licht buiten. Al het licht wat je in deze video ziet komt gewoon van buiten. Ah! Mijn haar is ontzettend niet favoriet deze maand. Ik moet echt naar de kapper. Het wil voor geen meter meer zitten. Dit is ook veel te lang. Ik zat te denken om er misschien een beetje een soort schuine lok of schuine pony van te knippen. Wat denken jullie? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Laat eronder je suggesties weten voor wat jij denkt dat ik met mijn haar zou moeten doen. Want ja, het begint gewoon weer lang te worden. En dat vind ik helemaal niet erg. Maar ja, er moet wel weer een beetje model in zitten. Dus wat denk jij dat mij leuk zou staan? Laat het me weten. Knalroze mag ook. Ik weet niet of ik het ga doen. Maar die optie mag je er zeker bij zetten. Het wil echt niet. Genoeg geprutst met mijn haar. Laten we verder gaan met de echte favorieten. En allereerst, als je mij op Instagram volgt, heb je ze misschien al voorbij zien komen. Maar de laatste tijd heb ik heel veel van dit soort kattenkaartjes gemaakt. Ik was een beetje aan het prutsen en op een gegeven moment ontstond deze kat een beetje. En ik weet niet, ik vond hem zo leuk. Ik ben er allemaal kaartjes van gaan maken. En iedereen op Instagram reageert echt super positief en leuk en vrolijk. En ik heb er ook een schilderijtje van gemaakt. Ik weet niet of je... Nee, dat zie je niet vanaf hier. Maar ja, met deze kat er dus op. En ja, ik word ook gewoon zo vrolijk van die kat. Een beetje een soort huisdier, maar dan niet echt huisdier, want het is een getekende kat. Maar ik weet niet, ik ben helemaal into kaartjes maken en dingetjes maken en helemaal ook into schilderen. Eigenlijk ben ik heel onhandig met verf, maar ja, deze heb ik dus ook met verf gemaakt. En het leuke vind ik wel dat je daardoor ja, dat verloop, dat kleurverloop in die vacht ook heel goed kan maken. Het is echt absoluut een nieuwe favoriet om dit soort dingen te maken. En ik zat ook een beetje te denken, ik zou eigenlijk wel vaker wat meer met kaartjes willen maken. Of ja, mijn eigen ontwerpjes of zo, of iets. Ik weet nog niet helemaal wat, maar ik heb wel wat leuke ideeën. En maar ja, wie weet zie je daar binnenkort meer over. Dan wil ik je ook nog even deze My Personal Life Planner laten zien. Deze heb ik opgestuurd gekregen van Jenna van My Personal Life Planner. Nogmaals, dankjewel. Ik heb hier deze al een keer eerder laten zien in een video, de Organize en Plan Tips video. En ik heb deze dus opgestuurd gekregen en ik in eerste instantie ging ik hem gewoon gebruiken om te kijken van ja, hoe vind ik dat? Werkt dit voor mij? Is het fijn? Want anders op mijn gewone agenda is dat er hier ja, echt allemaal van die vakjes in staan met ochtend, middag, avond, dat soort dingen. En elke maand heeft ook een beetje zijn eigen kleurenschema en ook staan er leuke quotes in. Ik probeer er even gauw eentje op te zoeken, steeds voordat een nieuwe maand begint. Dan heb je ook zo'n mooie bladzijde met juni, bijvoorbeeld. En die begint dan ook steeds met een mooie quote. Nee zeggen tegen iemand betekent ja zeggen tegen jezelf. En elke maand heeft dan weer een andere quote. En ik, ja, ik weet niet, ik vind dit wel heel erg leuk uitzien. En ook is er ruimte voor je maandelijkse doelen. En aan het begin ook voor je jaarlijkse doelen. En ja, in het begin had ik hem gewoon uitgeprobeerd omdat ik hem nieuw had opgestuurd gekregen. En ja, ik was wel benieuwd. Maar ik merk eigenlijk dat hij mijn gewone agenda een beetje is gaan vervangen. Omdat hier zoveel ruimte in zit voor eigen, ja, frutseltjes en ideetjes en stickertjes, washi tape. Er is gewoon heel veel ruimte voor stickertjes en washi tape. Nou, dat vind ik zelf heel erg leuk. Ik kan er heel erg ja, creatief mee omgaan. Dus ja, ik merk toch echt wel dat dit een favoriet is geworden. Vooral omdat hij dus mijn gewone agenda een beetje ja, aan de kant heeft geschoven. En dat ik merk dat ik steeds hier vaker in schrijf en ja, creatief in ben. Overigens heb ik binnenkort ook een planner video voor jullie. Ik hoop dat je dat leuk vindt om te zien. Leek mij heel erg leuk om te maken, omdat ik ze zelf heel erg leuk vind om te kijken. Maar die vind je in ieder geval binnenkort op mijn kanaal. Dan een favoriet die ik je eerder al liet zien. Let the Good Times Roll van Lush. Hij is inmiddels... Oh, oh. Hij is inmiddels bijna op. Zit nog maar een heel klein beetje in. Dit is zo'n ontzettend fijne face wash. En vooral die geur is zo lekker. Hij doet me altijd nog een beetje denken aan Honey I Wash the Kids. Het zeepje van Lush. Ja, heel fijn voor een gevoelige huid. Een huid die snel rood wordt zoals de mijne. Heel erg fijn. Deze heb ik je ook al laten zien in mijn vorige favoriete video, als ik me niet vergis. Ik heb hem in ieder geval eerder laten zien. Ik ben hier heel blij mee. Maar, nou was ik laatst bij Lush en ik wilde een nieuwe Let the Good Times Roll kopen. Maar ik heb ooit eerder Angels on Bare Skin gehad. En dat vond ik altijd ook wel een hele fijne gezichtsreiniger. Die ruikt wat meer naar lavendel, wat meer een soort rustige geur. Waarbij Let the Good Times Roll wat zoeter is en wat meer een soort... ja. Cake-achtige, dat doet mij altijd aan denken aan iets lekkers om te eten.
meer een zoete geur. Heeft de Angels Amber Skin dus wat meer een lavendel. Wat meer een kalmerende geur. Deze wordt ook aangeraden, Angels Amber Skin, voor gevoelige huid en voor een rode huid. Wat ik dus heb. En ik gebruik hem nou sinds een tijdje weer. En ik moet zeggen, ik vind hem nog steeds heel erg fijn. Hij is ook nog bijna helemaal vol. Ja, heel lekker. En amandel zit er ook in. Allemaal ingrediënten om je huid ook te verzorgen en zacht te maken en te voeden. Maar ik weet niet zeker of ik hem fijner vind dan Let the Good Times Roll. Ik denk als ik hierna weer naar Lush ga, dat ik dan toch weer voor Let the Good Times Roll ga. Omdat hij toch ook wel echt een hele lekkere geur heeft. En ik had toch het idee dat hij mijn huid nog iets zachter maakte dan Angels Amber Skin. Maar Angels Amber Skin is alweer wat meer om te kalmeren. Mocht jij nou een gevoelige huid hebben of een vrij droge huid, dan zou ik zeggen probeer ze allebei eens. Je kunt bij Lush ook altijd vragen om een testertje. Daar doen ze helemaal niet moeilijk over. En dat heb ik zelf in het begin ook gedaan. Omdat ik gewoon weet dat mijn huid op veel dingen slecht reageert. En dan vind ik het zonde om iets wat, het is niet verschrikkelijk duur, maar ook absoluut niet goedkoop. Om dan zoiets te kopen terwijl ik er niet tegen zou kunnen. Dus ja, als je erover twijfelt, vraag absoluut om hulp in de winkel. Ze weten vaak ook wel wat goed bij je huid past. En je kan altijd om een testertje vragen. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij met Lush. Vooral de producten voor het gezicht. En zo ook ben ik blij met Cosmetic Lab. Dit is eigenlijk een gezichtscreme volgens mij voor mannen voor na het scheren. Maar ja, als vrouw kun je hem ook prima gebruiken. Er is niet iets specifiek mannelijks aan. De geur is ook helemaal niet mannelijk of zo. Ik vind het een beetje een schone, frisse, milky geur. Het is ook een beetje gewoon een zachte substantie. Gewoon als een crème, een moisturizer. Zelf vind ik Cosmetic Lab een hele fijne moisturizer. Omdat ik er dus met mijn gevoelige huid goed tegen kan. Ik heb het idee dat hij ook vrij kalmerend is. En bij mannen wordt hij ook aangeraden om te gebruiken na het scheren. Dus ja, dan kan ik me wel voorstellen dat hij kalmerend is. En ook de ingrediënten, onder andere lavendel, tarwegras en goudsbloem. Klinkt voor mij wel ook heel kalmerend. Dus nogmaals, als je een gevoelige huid hebt en je weet echt niet wat je moet gebruiken. En je zoekt een fijne moisturizer die niet al te vet is. Dan zou ik zeker ook eens voor Cosmetic Lab gaan kijken bij Lush. Dan zijn er nog twee YouTube kanalen die ik je absoluut wil aanraden. Ik vind ze allebei heel erg tof. Het zijn allebei wel hele andere soort kanalen. Maar ja, allebei wel heel erg leuk. Om te beginnen met Bon Color. Bonnie die vlogt elke dag. En soms ook wel samen met haar vriend Nick. En dat zijn zulke leuke, vrolijke vlogs. Ik kan niet helemaal precies zeggen wat het is of waardoor het komt. Maar daar hangt altijd een hele vrolijke vibe in die vlogs of om die vlogs. En ik vind ook dat ze ze heel erg leuk in elkaar zet. Het is niet alleen maar dat ze de camera aanzet en ze loopt de hele dag wat rond. Maar er zit vaak ook een hele leuke intro in van allerlei beelden van de ochtend of van een ontbijtje. Of dat de zon opkomt. Noem het maar op. Je moet gewoon een keertje gaan kijken. Misschien ken je haar kanaal ook al lang. Maar ik vind ze zelf in ieder geval hele leuke vlogs. En ik merk echt de laatste tijd kijk ik echt steeds vaker naar haar video's. En Bonnie, als je dit ziet, you go girl. Echt super leuk. En nog een YouTube kanaal die ik heel erg leuk vind is het kanaal van Gewoon Marieke. En volgens mij heeft zij een website, gewoonmarieke.com dacht ik. Ik moet je eerlijk bekennen, ik ben eigenlijk nog niet echt misschien één keer op haar blog geweest. Maar ik vind het vooral heel erg leuk om haar YouTube video's te kijken. Want ze maakt heel veel sneeuwmail video's en ook pocket letters. Daar ga ik zelf binnenkort ook mee aan de slag, want dat lijkt me wel heel erg leuk om te maken. Als je van DIY's en kaartjes maken en poststuren houdt, kijk dan zeker even op haar kanaal. Want ze maakt echt hele leuke dingen. Maar af en toe heeft ze ook wel eens een unboxing dat ze wat leuke spulletjes, wat leuke DIY spulletjes heeft. En gewoon een heel creatieve meid die leuke video's maakt. En ik zal even zorgen dat ik beide kanalen ook link in de beschrijving van deze video. En dan als allerlaatste mijn allergrootste, letterlijk allergrootste favoriet van de afgelopen maand. Ik heb een nieuwe fiets. En drie keer raden wat voor kleur die is. Mintgroen! Waarschijnlijk had je dat wel geraden als je mijn video's vaker kijkt. Mijn oude fietsje die echt al dik 7 jaar meegaat, die was laatst in elkaar gestort. De spaken waren kapot, doorgezakt. Dus ja, daar kon ik gewoon echt niet meer op fietsen. En hij zat sowieso onder het roest. En er waren de laatste tijd al heel veel dingen aan stuk gegaan. En het was gewoon tijd voor een nieuwe fiets. Nou had ik daar niet helemaal het geld voor, maar ik dacht, als ik dan een nieuwe fiets moet, dan doe ik het ook goed en gewoon helemaal compleet nieuw. Blijft toch wel even een dingetje van, oh jee, maar het is toch een investering en ik heb gewoon wel een fiets nodig. Ik fiets eigenlijk dagelijks en ik vind het ook heel erg fijn en ik heb het ook nodig voor mijn werk, dus waarom niet?
Lang verhaal kort, ik kan weer fietsen en dat maakt me echt super blij. En ik vind het helemaal leuk dat het gewoon, ja, zo'n leuke fiets is. Dit was een beetje een rommelige favoriete video, maar ik hoop toch dat je hem weer leuk vond om te kijken. Ik was nog benieuwd, wat was jouw favoriete Elise Dingen video van de afgelopen maand, dus van februari? Welke video van mij die in februari online is gekomen, vind jij het leukste of vond jij het leukste om te zien? Laat het me weten, want dan kan ik misschien meer van dat soort video's maken. En geef me dus ook even suggesties voor wat ik met mijn haar kan doen, want ja, dit werkt natuurlijk niet helemaal meer. Voor nu ga ik gauw afsluiten of de video afronden, dat wou ik zeggen. Want ik kom niet meer uit mijn woorden en ik heb geen concentratie en ik ben gewoon een beetje moe. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En wow, super gaaf. Het abonneeaantal blijft maar groeien. Net als de smile op mijn gezicht. Nee, ik vind het echt super leuk dat er steeds meer mensen bij komen. En is dit de eerste video die jij kijkt van mij? Welkom. Echt heel erg leuk dat je kijkt. Twee keer in de week heb ik een nieuwe video. En ik hoop je natuurlijk ook weer bij de volgende video terug te zien. Bedankt voor het kijken en ja, tot de volgende. Doei! Hij is inmiddels al bijna op, maar we hadden ze net een hele lekkere smoothie gemaakt met boerenkool, mango uit de diepvries, banaan.